Welkom. Vandaag gaan we het hebben over de werking van een impuls. Hoe komt die tot stand? En het is heel handig om je BINAS erbij te nemen. Tabel 88F zet eigenlijk deze tekening in. Kijk hier aan de bovenkant van een tekening die ik gemaakt heb. Je ziet hier een celmembraan. Daar is die dubbele fosfolipide laag. En in die celmembraan zie je kalium en natrium poorten zitten. Dit zijn poorten. En ik vind het heel belangrijk dat je het verschil tussen een poort en een pomp, dat je dat uit elkaar houdt. Vinden examinatoren ook heel erg belangrijk. Een poort, als die open staat, gaat er zonder dat er energie wordt gebruikt, gaan daar ionen doorheen. En een pomp, ja, suggereert al, daar moet energie in zitten. Dus dit zijn poorten. En wat er gebeurt in een zenuwcel, want daar zitten we nou naar te kijken, is dat we beginnen met een rust. In een rusttoestand. En in die rusttoestand is de binnenkant negatief geladen ten opzichte van de buitenkant. Door een verschillende ionenbalans. Je kan je voorstellen dat als ik hier andere concentraties ionen heb binnen in de cel en cytoplasma dan erbuiten. Dat die verschillende concentraties, dat brengt een lading met zich mee. Dat kan je ook meten door gewoon een voltmeter tussen te zetten. Dus je prikt een elektrode in de cel. Je houdt er één buiten in de vloeistof in de cel. En dan meet je een rustpotentiaal, een potentiaalverschil van min 70 millivolt. Dat is niet heel veel. Maar genoeg kennelijk om te werken. Wat je moet onthouden is dat binnen in de cel, in de cytoplasma, is de kaliumconcentratie veel hoger dan buiten. En andersom voor natriumionen. Dat is heel belangrijk dat je dat, onthoudt. Omdat op basis daarvan die zenuwcel werkt. Wat gebeurt er? Die zenuwcel die wordt geprikkeld en in dit geval komt er een signaal van deze kant af. Je ziet de impulssnelheid, richting aangegeven. En als het spanningsverschil, potentiaalverschil tussen binnen en buiten niet meer min 70 is, maar min 50, dus het gaat dichter naar 0, daar reageren deze poorten open en die poorten gaan open. De natriumpoorten die daar in de buurt zijn. En natrium stroomt van buiten in de cel dan binnen in de cel. Nou, wat gebeurt er? Er is een positief ion, positieve ionen die naar binnen komen bij een negatief geladen cel. Dus het potentiaalverschil wordt kleiner. Maar als die rond de 0 is, dan zitten in de buurt zitten ook kaliumpoorten. En als die ongeveer 0 is, bijna 0 is, dan gaan die natriumpoorten die gaan dicht en die kaliumpoorten die gaan open. En wat er dan gebeurt is dat kalium, je verliest kalium, de cel verliest kalium. Die kalium die verdwijnt van, van binnen de cel naar buiten de cel. Dus we zaten op een gegeven moment, kwam er zoveel natrium binnen dat het potentiaalverschil van min 70 is naar min 50 en daarna naar 0 werd. En nou gaan we weer terug omdat we positieve lading verliezen. Ik heb dit ook hier weergegeven in een grafiek. Dus we beginnen hier met min 70. Ook dit vind je in 88F van je BINAS. Dus hij wordt eerst geprikkeld en daarna gaat hij dus enorm snel, gaat hij zelfs iets boven de nulwaarde uit. Dus hier komt er natrium de cel in en hier verlies je kalium. Nou, op het moment, je verliest zoveel kalium, dat zie je hier wel, dat het spanningsverschil door die nul min 70 heen zakt. Hij wordt min 80, min 90 millivolt. Zoveel kalium verlies je. Nou, op het moment, je kan je voorstellen dat dat een beweging naar deze kant is, denk ik. Want op het moment dat deze geprikkeld is en je verliest je positieve lading van de binnenkant van de cel, dan wordt de volgende natriumkanaal wordt ook weer geprikkeld. Ja, want we gaan weer richting die min 50 toe. En als deze weer geprikt wordt, gaat er dus hier weer natrium naar binnen. En dan krijg je dus, alsof je een steen in een vijver gooit, krijg je dus een ladingsverschil wat deze kant op loopt. Misschien kan je ook voorstellen dat het even weer duurt voordat die ionenbalans weer rechtgetrokken is. Ja, want als deze poort open is geweest, dan zit er dus meer natrium, of er zit evenveel natrium hier als daar. En al zou die weer open gaan staan, dan nog heeft het geen zin, want die ionenbalans die is gelijk. Daar hebben we een natriumpomp voor nodig en die natriumpomp, daar hebben we het later nog een keer over. Maar die ionenpomp, natrium-kaliumpomp, die zorgt er weer voor dat de boel weer goed wordt gepompt. Dus dat de natrium weer naar buiten de cel gepompt wordt en kalium weer naar binnen toe. Dat kost wel energie. Goed, dat is wel goed om te weten. Het woord pomp kost energie. Dit lijkt natuurlijk heel langzaam te gaan, maar je ziet hier al staan dat de impulssnelheid waarmee dat impuls zich voortbeweegt, gaat met 2 meter per seconde.
dat is echt nog lang niet genoeg om adequaat te kunnen reageren voor ons, ja, voor dieren, op de buitenwereld. Daar gaat het wel. Dit is een naakte uitloper. Ja, dit is, maar wat we vaak zien is dat lange uitlopers, axonen of dendrieten van zenuwcellen, die hebben cellen van zwan om zich. En die cellen van zwan, dat zijn vetcellen die zich om een deel van de uitloper gewikkeld hebben. En dat heb ik hier proberen weer te geven. En wat nou blijkt is dat die cellen van zwan, die dekken zo'n naakt stuk uitloper af. En alleen daartussen zitten die poorten. En wat gebeurt er nou? En dat vind ik zelf, vind ik me dat ook moeilijk om voor te stellen. Dit verhaal gebeurt alleen maar tussen die cellen van zwan. En wat er met het signaal gebeurt, dat beweegt zich hier voort. Dat lijkt zich hier niet voor te bewegen. En kan je hier dan wel weer meten. En het slaat dus hele delen slaat het over. Dat heeft het als positief gevolg dat de impulssnelheid van 2 meter per seconde in naakte uitlopers naar 200 meter per seconde gaat in uitlopers waar die cellen van zwan omheen zitten. En dat is natuurlijk, hè, dat is een enorme snelheid. Dat is een enorme snelheid waarmee wij dus goed kunnen reageren op onze buitenwereld. Dat zorgt dus, hè, dat die impulsen sneller voorkomen. Maar het is goed om te weten dat zo'n impuls zelf, daar gebeurt niets mee. Dit is een impuls en in een van mijn andere filmpjes leg ik dat ook uit. Deze impuls kan je overal terugvinden met dezelfde hoeveelheid millivoltage in mensen, in dieren. Als je een zenuwcel vindt, dan kan je dit van die zenuwcel maken. En het maakt niet uit of die van een kwal is of dat die van jou komt. Altijd hetzelfde. Goed, dat in een notendop. Echt belangrijk om je Binas 88F erbij te houden. Kijk hem nog eens door, die tabel. En gebruik hem ook tijdens je toetsen. Succes!